focusoefening om gevoelens te leren kennen en te verwoorden. Door Marleen Derks. Zoek een plek op waar je niet gestoord wordt. Neem de tijd om goed te gaan zitten of liggen. Vertraag. Als er gedachten opkomen, is dat niet erg. Merk ze op en ga weer verder met deze oefening. Staar voor je uit. En als je er klaar voor bent, sluit je ogen. Concentreer je op je buik. En voel hoe je buik uitzet als je inademt. En hoe je buik naar binnen gaat als je uitademt. Voel bij de inademing hoe de lucht door je neus naar je keel, je borst en je buik gaat. Voel bij de uitademing hoe je ademhaling weer teruggaat. Weer naar buiten. Adem rustig in. Voel hoe je lichaam vol loopt met lucht. En laat het los in een rustige en langzame uitademing. En houd even pauze voordat je weer inademt. Volg deze rustige, ontspannende ademhaling. Voel het contact van je lichaam met de stoel of het matras waar je op ligt. Voel hoe je wordt gedragen, hoe je rug wordt gesteund en je billen en benen. Voel hoe je steeds dieper wegzakt. Hoe je lichaam steeds lomer en zwaarder wordt. Merk dat je steeds verder wegzakt in een diepe ontspanning. Ga met je aandacht naar je lichaam.
Wat voel je in je lichaam? Bijvoorbeeld in je hoofd, je schouders, je nek, je borst, je rug. Je buik. Misschien voel je iets in je bekkengebied. Je billen. Je benen. In je onderbenen, kuiten. Je voeten. Je tenen of in je armen en je handen. Op dit moment dat je je openstelt voor gevoelens in je lichaam, stel je jezelf de vraag: hoe loopt mijn leven? En wat is er op dit moment belangrijk voor mij? Misschien voel je een reactie in je lichaam, een vaag gevoel, misschien een pijnplek en misschien komt er iets in je op in je gedachten. Deze gedachten mogen er zijn en je gaat er niet in mee. Je doet een stapje achteruit en je blijft het gevoel in je lichaam observeren. Wat wil dit gevoel jou vertellen? Verschuift het gevoel of verandert er iets in het gevoel? En blijf bij dit gevoel. Geef het tijd om zich te ontwikkelen, om zich aan jou te laten zien. Kies een gevoel wat zich het sterkste aandient. En observeer wat er gebeurt. Let op de plek in je lichaam waar je meestal voelt. En laat dat onduidelijke gevoel tot je doordringen.
Wat is dat voor gevoel? Heeft het een beweging? Of is het een heel priemend, klein gevoel? Is het een warm gevoel? Of voelt het juist koud? Heeft het gevoel een kleur? Heb je dit gevoel eerder gevoeld? Wanneer was dat? Laat een woord, een zinnetje of een beeld opkomen uit dit lichaamsgevoel. Het kan een woord zijn dat een eigenschap noemt van het gevoel. Zoals benauwd, klemmend, vastgelopen, zwaar. Moe, angstig. Of een ander zinnetje, of een beeld. Blijf bij dit lichaamsgevoel, tot het zich helemaal ontvouwt in een woord wat er precies bij past. Vergelijk of het woord goed bij het gevoel past. Misschien voel je iets in je lichaam veranderen. Je het een naam hebt gegeven. En wat is er met dit hele gevoel? Met dit probleem? Dat het zo maakt zoals het voelt. En gebruik hiervoor het woord wat je net hebt gevonden. Zorg dat je in contact blijft met dit gevoel. Stel nog een keer de vraag: wat is het met dit gevoel dat het maakt zoals het nu is? Wat wil dit gevoel mij vertellen? Wat wil ik hiervan leren?
als je merkt dat je klaar bent om af te ronden. Neem je de tijd om rustig terug te komen. Word je weer bewust van de ruimte waar je nu bent. Welke geluiden hoor je nu? En volg deze geluiden eens die je om je heen hoort. Beweeg je voeten, je tenen. Maak vuisten van je handen en knijp even. En haal diep adem en rek je helemaal uit. Doe je ogen weer open.